Ik merkte in mezelf dat ik het lastig vond om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen leven, voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Vaak koos voor de makkelijke weg, op de bank zitten, dingen lezen terwijl er veel dingen moeten gebeuren. Ik heb al heel lang het idee gehad heel veel alleen op te moeten lossen. Belangrijke dingen in mijn leven waar ik mee worstel, die moeilijk zijn. Om daar elke keer zelf aan te werken, zelf mee bezig te zijn, zelf op te lossen. Ja, ik kan best wel emotieloos zijn en best wel hard zijn. En daar was dat helemaal niet. Daar was het juist maar met die groep mannen bij elkaar. Het was ook zo open en het heeft mij echt wel gevormd tot de man die ik nu ben. Ja, ik kan wel zeggen dat ik daar trots op ben, want dat was ook een verandering die nodig was. Wat je ziet vandaag de dag is dat heel veel mannen een soort passieve levenshouding aannemen. Ik ben wel eens met mijn kinderen gewoon door het dorp gelopen en dan loop je zo door het dorp en dan kijk je binnen. En dan zie je dat heel veel mannen voor de televisie liggen de hele avond. Ik geloof dat heel veel mannen nooit een echte man worden tijdens hun leven. En veel mannen die blijven een leven lang een klein kind. En dat heeft er vooral mee te maken dat heel veel mannen niet durven of niet in staat zijn om de volle verantwoordelijkheid over hun eigen leven te nemen. Wat je ziet bij de mannen vandaag is dat ze best wel moeite hebben om hun weg te vinden in een veranderende maatschappij. De vrouwen die nemen meer positie in, gebruiken hun talenten omdat ze daar meer ruimte voor krijgen. En de mannen weten daar niet altijd goed weg mee. En ik denk dat de rol van de mannen is tweedelig. Enerzijds die vrouw stimuleren om aan dat talent verder te bouwen, maar anderzijds ook om hun eigen rol daarin goed te positioneren. En vroeger kon je nog wat bouwen. Of je kon wat veroveren, of je kon met iemand vechten. En tegenwoordig kun je alleen maar het formaat auto uitkiezen en zit je achter een beeldscherm de hele tijd. Dus wat betekent dan nog om een man te zijn? Waar moet je heen met je kracht, met je energie, met je levenslust? Henk Stalvogel en Johan Alting van Gassal are both at the origin of the men's movement in the Netherlands. Henk is a Protestant pastor in the Free Evangelical Church of Zwolle. He founded the movement of the Fourth Musketeer 10 years ago. Jeroen is the founder of Kingsmen. He's a Catholic and a member of the Chemin Neuf community. These two movements organize expeditions for men, for example, in Scotland in the Highlands or in the snowy peaks of Switzerland. Beyond the physical challenge, it's above all about getting them to walk a spiritual path. Ja, in de bergen gebeurt er iets met ons, mannen. En dat zie je eigenlijk al in de Bijbel terug, hè? Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Als God met mannen gaat praten, dan gaan die mannen naar de berg. Een van de belangrijkste kernlessen, dat een man vaak een fysiek een hele lange reis moet afleggen om de 30 centimeter tussen hoofd en hart te kunnen overbruggen. Ik ben zelf met twee vrienden ben ik de berg ingegaan in de Pyreneeën. Hebben we ervaringen gehad van intense vriendschap, intense openheid naar elkaar toe. Waardoor ik zelf ook een stuk van mijn man zijn kon terugvinden. En toen ik thuis kwam zag mijn vrouw een grote verandering in me. Maar een aantal andere vrienden zagen ook iets in me. En die zeiden toen van ja, maar wij willen dat ook. En toen hebben we een jaar later zijn we met 9 man terug geweest. En zo is dat langzamerhand ja, vanzelf gegroeid en ontstaan. Samen met 3 vrienden hebben we het opgericht. Het is echt geboren vanuit een stuk verlangen naar vriendschap. Brotherhood. Om het leven gewoon samen te doen. Omdat je als man elkaar ook echt nodig hebt. En door de jaren heen hebben we heel veel weekenden mogen doen.
En ook gewoon gezien dat door die weekenden heen ook heel veel vriendschap ontstond. En wat wij zien in de kerk in Nederland, zeker ook in de protestantse evangelische kerk, maar ook wel in de katholieke kerk, dat veel mannen naar de achtergrond verdwijnen. Het is een beetje een paradox dat de kerk, de liturgie wordt vaak bepaald door mannen. En er zijn vaak ook mannen die op de voorgrond staan en preken en eucharistie bedienen enzovoort. En toch voelen heel veel mannen zich niet thuis en je ziet mannen afhaken bij het geloof. The Fourth Musketeer and Kingsman basically have the same goal. The day their two founders met, they had the idea of organizing a one-day event to bring men together. This unique event took place at St. Paul's Abbey of Oosterhout in the Netherlands. The event was oversubscribed. The abbey was packed with men, Catholics and Protestants, who wanted to serve God together while also giving strength to each other. En ik denk dat het meest bijzondere moment was nog wel dat we een groot vuur hadden gemaakt, waarin we echt hebben gezegd van de brandstapel van vroeger willen we nu gaan omtoveren tot het vreugdevuur van de eenheid. En we hebben toen alle vooroordelen die we over en weer over elkaar hebben, hebben we op papier geschreven en op dat vuur gegooid. En daarmee hebben we een nieuw vuur van de eenheid aangewakkerd. Ik dacht eigenlijk, ik heb het wel aardig verwerkt. En boosheid, verdriet, het alleen zijn, er alleen voor staan, te vroeg verantwoordelijkheid krijgen, noem maar op. En terwijl we daar waren in het klooster, merkte ik dat ik bij mezelf, dat er ook een bepaalde verdriet en boosheid nog naar boven kwam, naar mijn vader toe. When Peter was 3, his parents divorced and he grew up alone with his mother. In his adult life, as the husband of Judith and father of their 4 children, he felt his lack of having a father figure. Een hele concrete situaties waar ik echt heel boos kon worden, was als ik probeerde voor een van de kinderen op te komen. Bijvoorbeeld, ze maken ruzie met elkaar om iets, maar ze negeren mij dan op dat moment en gingen door met ruzie maken met elkaar. Dat zit natuurlijk ook een wortel vanuit het verleden, dat ik niet gehoord ben door mijn vader of door mijn moeder. Heel veel mannen die kampen met een soort innerlijke drijf om het goed te willen doen voor hun vader. En dan kan die al lang overleden zijn. Maar ze kunnen de grootste bedrijven bouwen of de langste werkweken maken, alleen maar om het goed te doen voor hun vader. Dus op een gegeven moment heb ik tijd genomen om dingen te doordenken, te bidden. Mijn vader en mijn moeder waren al lang overleden. Ik heb een brief geschreven naar hem. Hij was heel eerlijk en niet hard, maar wel eerlijk. Gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn. Jij was er niet. En ik begrijp dat je dat, nu ik terugkijk, dat je dat niet kon. Maar het heeft me wel pijn gedaan. En ik, als kind had ik je nodig en toen was je daar niet. En uiteindelijk heb ik die brief ook op het altaar achter kunnen laten. En dat gaf een enorme bevrijding. Het heeft hem gewoon heel veel goed gedaan als man, als vader. Hij vertelde dan dat ze dan met die mannen om een tafel zaten. En daar komen dan blijkbaar de verhalen. En door die combinatie van inspanning en gebed en stilte, dat er gewoon hele bijzondere gesprekken komen. En ruimte voor herstel en vergeving en genezing. Heel duidelijk op je netvlies hebt staan. Wat ik nu zie naar de kinderen toe, dat het heel belangrijk is dat ik er ben voor hen, voor de meisjes, om te zeggen van je bent goed, je bent mooi. Wat fantastisch dat je gisteren zo mooi gezongen hebt in de paasviering op school.
of met Samuel stoeien op het bed en dat hij heeft gewonnen van zijn vader. In het begin van ons huwelijk heb ik het heel vaak aan Judith gevraagd van hoe deed jouw vader dat? Wat ik me nu realiseer, naarmate ik zekerder van mezelf ben geworden, ben ik de dingen gewoon gaan doen. En waar het dan vandaan komt, weet ik niet. Van binnenuit als het ware. Dat is gewoon goed wie ik ben. En zo vul ik mijn vaderschap in. Ik denk dat er een hele belangrijke connectie is tussen God als vader. Dat God ook aardse vaders geeft aan ons om te laten zien hoe hij is. Dingen als dat ik mijn kinderen onvoorwaardelijk lief heb. Dat ik er altijd voor ze ben. Dat ook al maken zij fouten, dat ik ze vergeef. En dat we samen weer verder gaan. Dat ze altijd welkom zijn. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. En wat heel bijzonder is, is als je alleen met mannen bent en er zit geen vrouw bij, dan gedragen mannen zich ook anders. Op het moment dat je er een vrouw bij zet, worden de mannen toch alweer heel snel een haantje. En het mooie van mannen is daarin ook dat ze de verhalen van een ander daar nooit over zullen oordelen, maar dat op het moment dat ze die berg verlaten eigenlijk weer vergeten zijn. Alsof dit Heer onze dank weer klinkt, engelen buigen neer. En wat we zien in de momenten die we hebben dat we ook echt delen met elkaar, daar wordt gehuild, daar wordt gelachen, daar wordt elkaar getroost en allemaal binnen een kwartier, bij wijze van spreken. Het zit heel dicht op elkaar. Grapjes gemaakt, dat kan. De weekenden van de Vierde Musketier zijn heel fysiek. Het is 72 uur en we zeggen het is één eindeloze dag. Je geeft je over aan het proces. Nou, dat vinden heel veel mannen ook moeilijk om daarin afhankelijk weer te worden. Een nachtwaken zit er altijd in om te bidden voor thuis, voor je vrouw, voor je geliefde. We kamperen ook in de vrije natuur hier. En gedurende de dag krijgen ze een aantal studies aangereikt. Waarbij een stuk bijbelstudie, ook een stuk bezinning over zichzelf. En wat je vaak ziet is dat het heel goed werkt doordat dat we hier helemaal los zijn van thuis. Bij Kingsman hebben we de reis eigenlijk in drie reizen opgebouwd. En in die eerste reis ga je echt aan de slag met je identiteit, met je mannelijkheid en vriendschap. In de tweede tocht gaan we naar kwetsbaarheid. En dan in de derde reis gaan we aan de slag met wilskracht en leiderschap. Daar zit ook echt een opbouw in. Hè, want als je jezelf niet kent, als je je eigen identiteit niet goed kent, is het ook moeilijk om kwetsbaar te zijn. Maar als je je niet kwetsbaar op kunt stellen, kun je ook geen wilskracht tonen. Kun je ook geen goede leider zijn. Andere thema's die heel belangrijk zijn voor mannen is, hoe ga je om met het gezin? Prioriteiten stellen in je agenda. Omgaan met je vrouw, met je kinderen. Over geld, macht. En vaak ook radicaliteit. Wat betekent om echt diepe keuzes te maken. Seksualiteit is een heel belangrijk thema. En veel mannen die daar echt mee worstelen met pornografie, met internet. Hoe kan ik daar zuiver in blijven? Veel mannen ontdekken dan ook vaak dat ze niet de enige zijn die met dat soort onderwerpen worstelen. Met seksualiteit of met verleiding of twijfel. En dat is vaak heel krachtig. Dat je niet de enige bent. Dat je steun bij elkaar zoekt en ook samen steun bij God zoekt. Een bijbeltekst die me al heel veel geholpen heeft, ook hier in dit proces, is vanuit Jacobus 5 van vertel je zonde aan God en je zult vergeving krijgen. En vertel je zonde aan elkaar en je zult genezen. En deel het met elkaar. Jan has been married to Gerdien for 11 years and they have 3 children. He took part in a fourth musketeer weekend.
During this time, he gave his testimony concerning his battle with pornography and how he received forgiveness and liberation. Wat me ook echt wel geholpen heeft, is het niet willen accepteren dat porno een rol heeft in mijn leven. Zeg maar, dat heb ik nooit tevreden geweest met, ook al gaat het maar één keer per maand fout of wat dan maar. Ik wil het er gewoon niet hebben. Dus ik ben al wel redelijk gelukkig snel open in geweest. En ik denk, daar ben ik wel heel dankbaar voor, dat dat zo gegaan is, zo gelopen is. Dat God mij ook die moed heeft gegeven. En dat heeft mijn identiteit in die zin dus wel veranderd. Van niet meer de man die worstelt met een probleem, maar de man die afhankelijk is van God. En daarmee problemen kan overwinnen. Eigenlijk is het bijzondere van zo'n weekend dat alles wat er gebeurt ertoe bijdraagt dat het zetten van een stap naar God heel klein wordt gemaakt. Dat hij door de intimiteit van de strijd die je levert en alle ontberingen die je meemaakt en de verhalen die je hoort, dat je zo dicht tot elkaar komt en ook zo dicht bij jezelf en bij God. Uiteindelijk voeren onze weekenden altijd naar wat we noemen de hoogste plek op aarde. Dat is de voet van het kruis. Weet je, als man opgeroepen van nou, zoek een steen die voor jou symbool staat voor wat jij in jouw leven bij Jezus wilt brengen. En dat kan één zijn, er kunnen meerdere stenen zijn. Het kan klein zijn, kan groot zijn. Dat is aan jou. Bij het kruis, daar van een altaar gemaakt. Dat aan Jezus voorgelegd in gebed en met zingen. Toen hebben we avondmaal gevierd met z'n allen daar. Vaak knielen ze dan neer bij dat kruis, aan de voet van het kruis. En ontvangen ze genade. En komt Jezus dat leven weer binnen of raakt hun hart aan. Kunnen ze de zaken waar ze mee worstelen, daar afleggen. En nieuwe kracht krijgen voor het leven thuis. In hun huwelijk, in hun vaderschap. Als ondernemer, in hun werk, in de gemeente die ze innemen. Daar op die manier weer geïnspireerd in het leven te staan. Groeien, daar heb je tijd voor nodig. En groeien gaat altijd met vallen en opstaan. En dat is het mooie ook hier in die omgeving. Waar we nu zijn, daar kun je ook vallen en opstaan. En daardoor leer je te groeien. Zie bij heel veel mannen is dat ondanks dat ze misschien wel een vader hebben gehad die er voor hen was, dat er niet goed zat in de relatie met hun eigen vader. Dat een vader er fysiek wel was, maar mentaal afwezig was. Een vader die niet bevestigde, alleen maar eisen stelde aan de zonen. En we hebben ook een heel aantal gevallen dat die aardse vaders er nog zijn. En dat dus de mannen van de berg terugkomen en een gesprek aangaan. En dat het heel ontroerend is, omdat eigenlijk die vaders, die zijn vaak opa, dat die erop zitten te wachten dat hun zonen naar hun toe komen. En zeggen, oh, eindelijk kan ik eens zeggen. Het zijn hele ontroerende momenten van verzoening. Ik heb best wel een crimineel verleden. Mede doordat ik veel op straat werd gezet door mijn moeder. Drugsverleden, nou ja, de alcohol, allemaal gedoe. Mark took part in a session with Kingsman. The session had just finished and he was full of enthusiasm for what he had lived. He was going to reunite with his wife Inge and their four children. And he suddenly learned that he had lost his job.
Nou, we kwamen ook wel eens donderslag bij helder hemel. Ik heb totaal niet aan zien komen. Nou ja, goed. En van daaruit, dat moet je natuurlijk thuis vertellen. En toen had ik zelf eigenlijk een drankprobleem op dat moment. Behoorlijk, dat werd wel, zeg maar, steeds meer. En daar heb ik op een gegeven moment wel gewoon echt gezegd van, ja, dit, ik kan niet verder. God, ik heb uw hulp nodig en ik moet hier iets mee. Als jij niet met jezelf aan de slag gaat nu en je gaat niet rigoureus een andere koers varen, dan stopt het. En ik ben degene die als laatste een huwelijk wil stoppen. Maar ik wist, als dit niet radicaal verandert, dan kunnen we dit niet meer volhouden. Mark then decided to totally re-examine his life. To become sober, he asked for professional help. He also decided to do a silent retreat, in which he realized that he had never squarely addressed his past issues. Dus die pater die zei van, jij moet je verleden opnieuw gaan beleven. Alles gewoon de revue laten passeren voor jezelf. En, maar dat moet je wel met iemand doen. En dat moet je met Jezus doen. En jij moet gewoon zorgen dat Jezus aan jouw hand, jouw hand vastpakt als het ware. Gewoon als vriend. Zie je maar als je broer of als vriend en beleef het maar samen. Nou, dat was zo'n bevrijding. Little by little, confidence was restored in their family. Inge prayed daily to have patience and to see Mark in the same way that God sees him. God granted this prayer. Inge sees it as God's grace. Dus ik kon altijd door die pijn heen kijken. En ik kon hem vergeven toen hij zei van, wil je mij vergeven? Want ik zie in nu wat ik moest veranderen. Ik zie in wat er niet goed is gegaan. Ik weet nu wie ik ben. Wat dan mij ook echt gevormd heeft, is gewoon een stuk, heel stuk leren luisteren. Echt wel die kwetsbaarheid, die kwetsbare kant tonen van jezelf. En als je meer inlevingsvermogen hebt en van daaruit handelt, dan het maakt het leven gewoon veel interessanter, maar ook veel waardevoller. Want het is puur en het is echt. Nou, ik vind dat echt een verrijking voor mijn leven. Doorpakken op de keuzes die je gemaakt hebt op het weekend, korte termijn daarna, is cruciaal. Dus als het je gewoonte was om heel veel televisie te kijken of om steeds achter de computer te zitten en nooit te sporten, dan is het heel belangrijk dat je op het weekend keuzes maakt die je dan binnen 72 uur na terugkomst effectueert. Daarnaast een band of brothers om je heen, dus een aantal mannen met wie je samen optrekt. Echt het vuur van de Heilige Geest brandend te houden en daarin verder te wandelen. Samen met Judith standvastig te zijn in onze eigen gebedstijden. En dat zien de kinderen. Want we zitten gewoon beneden in de woonkamer, 's ochtends vroeg te bidden samen. En er is vaak een van de kinderen die erbij komt. Of als ik naar mijn werk ga 's ochtends, dan krijgt alle kinderen en Judith krijgt een kruisje op het voorhoofd. En als ik dat dreig te vergeten, dan is er altijd wel een van de kinderen die zegt van, hé, papa, je moet nog. En dus je merkt ook voor hen dat het heel belangrijk is dat ik hen zegen voor de dag. Ik ben heel blij. Het heeft hem echt een stuk zelfverzekerder gemaakt. En dat hij weet wie hij is als man en wie hij mag zijn als vader. En dat is prettig om bij iemand te zijn die zich zo voelt. En dat ik ook in de opvoeding en binnen het gezin af en toe dingen kan laten gaan. Want ik weet, Peter pakt het wel op. Ik merk ook aan mijn vrienden die gewoon zeggen van, hé man, ben jij veranderd? Ze zeggen ook van, je bent gewoon nu echt een kameraad, echt een vriend voor ons. En je staat altijd voor ons klaar. En we merken het ook aan je vrouw, aan je kinderen, je omgeving. Het is gewoon fijn om bij je te zijn en om met je te zijn. Nou ja, een groot compliment kun je niet krijgen, denk ik. Worstelen met de verslaving mij ook heel veel gebracht heeft. Om meer een man te zijn naar Gods hart. Dat zeg ik nu terugkijkend, zeg maar. Omdat het mij ook veel meer geleerd heeft om
sterke keuzes te durven maken, kwetsbaar te durven zijn, te weten ook dat ik een mooie vrouw heb en dat ik daarvoor gekozen heb. Ook mijn worstelingen en mijn eenzaamheid naar God te brengen in plaats van zelf op te willen lossen. Wat ik zo ontzettend mooi vind is dat ik mannen zo heb zien veranderen in de loop van die jaren in die tochten. Mannen met zwaar overgewicht die nu gewoon heel makkelijk een berg oplopen en gewoon 20, 30 kilo kwijt zijn. En het is nooit eerder gelukt. Mannen met verslavingen, variërend van alcohol tot seksverslavingen, die daar nu echt, ja, echt van genezen zijn. Hè? Of mannen met andere problemen, mannen die in huwelijkscrisissen waren en die keuzes hebben durven maken. Dat is voor mij de kern van man zijn. Dat je de verantwoordelijkheid over datgene wat je hebt gedaan, maar ook wat je hebt nagelaten, verantwoordelijkheid tegenover God en je naaste, dat je dat met vreugde en met kracht kunt dragen. From the book of Acts. He raised up David to be their king, concerning whom he also testified, and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. From the descendants of this man, according to promise, God has brought to Israel a Savior, Jesus. God, our Father, thank you for creating us men and women with our differences and our complementarities. Come and allow your people, and especially men, to live a real conversion, letting you heal their past issues in order to be freer, to dare to be vulnerable at the foot of the cross, to assume their responsibilities, and to become men following your heart. There's a place where streams of grace flow deep and wide. We're all